Als men mij vraagt waarom wij als vakbond tegen de oorlog in Oekraïne zijn en tegen alle oorlogen, dan is het antwoord simpel. Het is steeds het gewone volk dat het slachtoffer is van de oorlog. Het zijn de gewone werkmensen die de oorlog van de machthebbers moeten uitvechten op het slagveld. De burgerbevolking is het slachtoffer. En daar zijn wij absoluut tegen gekant. En daarom vragen wij een onmiddellijke wapenstilstand. Vragen wij dat de Russische troepen teruggetrokken worden uit Oekraïne. En vragen wij dat er gepraat wordt met elkaar, zodanig dat er diplomatieke oplossingen komen voor de problemen die zich in de regio stellen. Maar ook de economische gevolgen zijn niet min natuurlijk van deze oorlog. Onze zeehavens bijvoorbeeld, die zullen zwaar getroffen worden. De haven van Gent, 50% van de trafiek komt uit de regio Wit-Rusland, Rusland en Oekraïne. Vele containers in Antwerpen staan te wachten omdat ze gecontroleerd moeten zijn gezien het economisch embargo. Gas uit Rusland komt niet meer aan in de Zeebrugse haven. En ook op de luchthaven van Luik zijn er twee Russische luchtvaartmaatschappijen die geweerd worden. Dat zal natuurlijk allemaal economische gevolgen hebben. En ook de prijzen van de brandstoffen swingen opnieuw de pan uit. 2 euro per liter diesel aan de pomp. Dat betekent dat veel werkmensen tot 500 euro per maand moeten ophoesten, gewoon om te kunnen gaan werken, want het openbaar vervoer brengt hen niet op hun werkplek. Het is dus duidelijk dat onze regering ook op dat vlak actie zal moeten ondernemen. Een verlaging van de energieprijzen, het verlagen van het tarief van de BTW naar 6% op gas is een absolute noodzaak. En natuurlijk nemen wij ook zelf actie. Als vakbonden, als BTB, met het ETF, de Europese Transport Federatie. We steunen de slachtoffers die in Oekraïne wonen. We steunen de vakbond in Oekraïne. We roepen de Russische vakbonden op om duidelijk hun verzet te laten blijken tegen deze oorlog. We proberen inderdaad een fonds op te richten om steun te geven aan vluchtelingen uit Oekraïne. We nemen maatregelen om chauffeurs die vastzitten, zowel uit Rusland als uit Oekraïne, op de Europese wegen, om die te helpen en indien nodig te repatriëren. Daarvoor hebben wij als BTB samen met de sociale partners zelfs een noodnummer geopend. En we proberen ook matrozen die op koopvaardijschepen varen en die nu niet kunnen afmonsteren, we proberen die te helpen. We proberen die ook terug te repatriëren naar hun land of naar de omringende landen. Er is enorm veel werk aan de winkel. Maar het belangrijkste is dat deze oorlog nu stopt. In de traditie van een grote socialist, Jean Jaurès, roepen wij op om niet op elkaar te schieten, om met woorden proberen oplossingen te zoeken. Deze oorlog moet stoppen.